Hallo, goedenavond. Ik ben hier samen met Ivana Faber. En zij gaat op 25 november gaat zij de energetische facelift klas geven. De hele dag. Maar ik ben wel benieuwd wat het nou eigenlijk is. Want ik hoorde iedereen over Ivana. En ik ben zo benieuwd. Wat is nou een energetische facelift klas? Kun je me dat vertellen? Ja, wat is energetische facelift class? Bijna iedereen kent tegenwoordig al Access Bars. Dat is al zo bekend al. En Access Energetic Facelift Class is een andere training van Access Consciousness. En ergens lijkt het ook heel klein beetje op Access Bars. Dus vaak mensen die al lopende praktijk hebben met Access Bars voegen dat toe aan hun praktijk. Maar ik heb ook heel vaak mensen bijvoorbeeld schoonheidsspecialisten die nooit over Access Bars hebben gehoord en hebben gezien dat Access Energetic Facelift bestaat en komen dat leren. Access Energetic Facelift is een lichaamsproces van Access Consciousness. En Access Consciousness kan 60 verschillende lichaamsprocessen. Maar Access Energetic Facelift is dus eentje wanneer je energie activeert door handen te leggen op je décolleté, of niet op jouw décolleté, maar op de décolleté van degene die de facelift ontvangt. Décolleté, nek en de hoofd. Dus de energieën die je aanzet, stromen via de hoofd, nek en décolleté van degene die het proces ontvangt, eigenlijk door zijn of haar hele lichaam. En wat het verschil is met bars, voor degene die Access Bars kennen, bij Access Bars laat lichaam los via de punten op het hoofd. De energie van je beperkingen, energie van alles wat in polariteit opgesloten zit, via de punten op het hoofd. Het lichaam out. Dus de energie bij het bars stroomt eigenlijk het lichaam out. Bij Access Energetic Facelift zetten we de energie van het lichaamsproces aan, via de handen aanleggen en de proces op te roepen. En de energie is ons lichaams eigen. En de energie gaat in ons lichaam daar waar het nodig is om dingen te veranderen. En dus alles wat we in ons gezicht zien en alles wat spanningen en wrinkles en allerlei tekens in ons gezicht creëert, zit ergens diep in ons lichaam opgeslagen. En wat we tijdens dit proces doen, is eigenlijk dat we die energieën die we ergens hebben ingesloten, uitnodigen om te ontsluiten, om te bevrijden, opnieuw te gaan stromen. En wat de resultaat daarvan is dat jouw gezicht ook verandert. Het is dus niet zo dat je enkel op het gezicht werd om het gezicht te veranderen. Nee, je maakt echt contact met het hele lichaam. En eigenlijk geneest het lichaam diep van binnen. En je ziet het in het gezicht verschijnen. Ik vind het, ja, ik kan je niet beginnen te vertellen hoe heerlijk mijn lichaam dat vindt. Dus de Access Energetic Facelift ontvangen is heel lekker. Ja. Ja, Ja. mooi. Mooie uitleg. Ja, want dat was eigenlijk ook mijn vraag. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen de bars en de energetische facelift? Maar dat heb je wel heel erg mooi verteld. En wat. En het grappige daaraan is, we beginnen eigenlijk de Energetic Facelift Sessie met een stukje van Access Bars. Dus we activeren eigenlijk al die gedachtenpatronen, overtuigingen en ideeën die we hebben over lichamen, die we hebben over ouder worden, die we hebben over schoonheid. Die activeren we ook. Dus dat is hoe het sessie begint. En daarna laat je al die energieën, echt een A4'tje aan allerlei verschillende Access Consciousness lichaamsprocessen, al die energieën stromen door jouw lichaam. En hoe dat voelt, ik kan het niet eens in woorden uitleggen. Jouw lichaam ontvangt en de energie daarvan is heel erg voedend en heel erg rijk. Het is heel fijne energie die soort van heel grote energetische knuffel voor je hele lichaam en voor je hele binnenkant van jouw lichaam. En omdat we dat via het gezicht toepassen, zie je dat dan ook op het gezicht eigenlijk, zie je de resultaten ervan. Het is zo lekker.
Nou ja, ik hoorde natuurlijk iedereen over. En, want waarom zou ik daar eigenlijk echt voor kiezen? Wat heb ik voor een keuze? Wat heb ik voor mogelijkheden krijg ik eigenlijk allemaal als ik de energetische facelift ga kiezen? Als je de klas, als je dat klas volgt, nou, wat je praktisch krijgt, is je ontvangt natuurlijk een certificaat, net als in bijna elke Access Consciousness body process class of bars class krijg je een certificaat. Dus je mag eigenlijk vanaf de dag na de klas, mag je de sessies toepassen in jouw praktijk. Dat is een stukje, zeg maar, een extra gereedschap bij. Eentje die mensen echt heel lekker zullen vinden. Waar je veilig vanuit kan gaan dat als je dat aan iemand geeft, dan gaan ze niet gillen wegrennen, maar dan gaan ze genieten van een sessie. Dat is één ding. En de andere ding is, je kan natuurlijk na de klas beginnen de behandeling uitwisselen met mensen die dat net als jou hebben geleerd. En kan je dat proces zelf ontvangen. En ook in het klas zelf krijg je eigenlijk twee behandelingen. Geef je twee behandelingen. Je krijgt een filmpje, net als in de bars klas krijg je een filmpje met Gary Douglas, Dr. Dane hier en Shannon O'Hara over hoe het proces in elkaar zit en over allerlei andere tips en mogelijkheden ermee. En wat het doet, wat het voor mijn lichaam deed, net als bijvoorbeeld MTVSS en andere Access Consciousness lichaamsproces, heeft facelift ook vermogen om jouw lichaam echt aan te sterken en bekrachtigen waar het nodig is. Dus de energie te veranderen waar het vast zit, of waar het niet stroomt, of waar je blokkades hebt. Daar gaat het echt heen en daar gaat het te werk. En er zijn vele wonderlijke verhalen over al die verschillende Access Consciousness lichaamsprocessen en zo ook over facelift. En over sommige zullen we dat hebben in de klas. Dus dat is echt iets voor in de klas om dat vraag ook te stellen. En het is gewoon... Het is gewoon iets waar... you guess. Mijn lichaam vindt het heel fijn, maar het is ook echt gewoon iets wat... We gaan in winter tegemoet, hè, al die koude maanden. En voor mijn lichaam, voor mijn lichaam is dan MTVSS en facelift zijn twee lichaamsprocessen waar mijn lichaam altijd eigenlijk om vraagt als het extra nodig heeft. Als het gewoon lekker even extra veel. Het bouwt ook je systeem op, zeg maar, opnieuw. Dus dat. Dus eigenlijk de energetische facelift. De facelift is eigenlijk een beetje een soort van, een beetje verzamelnaam. Want het doet veel meer eigenlijk dan dat omdat het zo zegt, zeg maar. Dus, ik weet genoeg eigenlijk. Heerlijk. Ik word hier heel erg blij van. Ik zou zeggen voor iedereen die nog eigenlijk niet weet wat de energetische facelift is. Laat dit een uitnodiging zijn en om heerlijk verwend te worden. Want zo klinkt het ook wel, als een heerlijke verwenddag voor jezelf ook, en voor de ander natuurlijk. En voor jouw lichaam vooral. Ja, zeker. Feestje voor lichamen. precies. Nou, Ivana, ik wil je hartstikke bedanken voor je uitleg. En ik wens je een hele fijne avond. En ik hoop dat er veel mensen gaan komen op de 25e. En dan gaan we er een heerlijke dag van maken. Dankjewel, Dominique. Het was fijn om jou te spreken vanuit Kopenhagen. Ja. Heel fijn. Dank dat je tijd maakt en nog zo laat in de avond. En welke uitnodiging kan dit zijn? Ja. Dankjewel. Bye bye.